Hoi allemaal, leuk kijken naar een nieuwe video. Ik ben nu onderweg naar Schiphol, of tenminste de plek waar we de auto kunnen laten staan als we op vakantie zijn. En ik ga vandaag naar de Cape Verdese eilanden toe en daar blijven we 10 dagen en daar heb ik er super veel zin in. Alleen het is best wel een beetje vroeg zoals je ziet aan mijn hoofd. Het ziet er niet heel wakker uit ofzo. Dus we zijn nu onderweg en we moeten nog ongeveer 3 kwartier rijden. En dan zijn we er en ja. Om 11 uur gaan we met een vliegtuig, zeg maar, vliegen. Dus ja, we zijn wel. Je moet altijd wel een beetje op tijd zijn, 2 uur van tevoren of zo. Dat het altijd wel goed gaat. Dus ja, ik heb er heel erg veel zin in. En ik ga deze vakantie voor jullie vloggen. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben om te kijken. En dan zie ik. Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Aangekomen. Ik heb niet echt zo heel veel gevlogd op het vliegveld en zo. Want mijn koffer zat in mijn handbagage en die moest boven mijn hoofd. En ik had gezien om het uit mijn koffer te pakken en zo. Maar we zijn eindelijk bij ons appartement, zeg maar. Ik zal zo meteen wel even een tour geven. Maar dit is trouwens het uitzicht van ons balkon. Oh my god. Gewoon de zee. En ik heb me net al omgekleed, want ik had toch veel warm in mijn lange broek en zo. Oh, bijding. Ik heb dit, mijn nieuwe bikini aan. Gewoon van H&M en mijn broekjes van de Hema. En dit jumpsuit ding is ook van de H&M. En we gaan zo meteen nog eventjes zwemmen. Gaan we daarna moeten we even geld omwisselen van euro's naar de munten hier, zeg maar. En dan ja, daarna ook nog eten. Het is volgens mij echt al 9:30 of zo in de Nederlandse tijd, maar hier is pas 6:30. Dus ja, yeah. Ik heb echt super veel zin in de vakantie. Dus ik hoop dat jullie de vlog al tot nu toe al leuk vonden. En er gaan nog super veel leuke video, beelden aankomen. Deze video wordt ook denk ik best wel lang, maar ik denk dat het wel leuk is. En dan zie ik je straks weer. Doei! Zwembad. En ik ga lekker zwemmen. Hoi allemaal, het is vandaag alweer donderdag. Toch? En ik ben net wakker. Ik heb best wel lekker geslapen in mijn bed. Alleen het kraakt een beetje en als je heel lang op een plekje ligt, komt er een gat in, zeg maar. Maar ja, zo ziet het woonkamertje er zeg maar uit. Daar is de deur. Dan heb je daar een beetje een keukentje, koelkast en zo. En dan best wel prima. Hier heb je een eettafeltje met leuke stoeltjes. En dan heb ik hier ook een stoeltje voor staan als nachtkastje. Dan heb je de trap naar boven. Goedemorgen. En dan heb ik daar mijn koffer liggen op een andere bank. En dan lig ik hier, zeg maar. En dan heb je hier een balkon ding. Daar heb ik al een beetje gefilmd. En het is nu. Hier is het nu 9:50. En in Nederland is het nu 10:50. Dus. Ja. Dus, wat we vandaag gaan doen. We hebben dus gevlogen met Tui. En daar krijgen we vandaag allemaal dingen van. Wat te gaan vertellen wat je hier allemaal kan doen. Ja, als iemand aan het douchen. En dan gaan we, dat is om 12 uur. Dus we hebben nog even de tijd. En we gaan zo meteen lekker eten. Er worden zo meteen broodjes gehaald. En ja. Yeah. En wat we gisteren gedaan hebben is niet echt heel erg veel bijzonders. Gisteren toen we aankwamen hebben we een beetje het huisje verzocht en zo. Hoe alles er een beetje uitzag. Koffertjes een beetje uitgepakt. En toen zijn we gaan zwemmen. Want ik had het best wel warm. En het zwembad is best wel leuk. Ik ga er ook nog wel filmen natuurlijk. Het is niet zo heel druk. Het is van 7 tot 12 open. Tot 11 open. Dus dat is best wel lang. En ja. Dat was eigenlijk wel. En toen gingen we. Daarna gingen we eten. Bij een tentje bij het strand, zeg maar.
En dat was echt heel erg lekker. Ik had een pizza margarita op. Die was echt... En gisteren bij de douane werd mijn schaar afgepakt omdat hij te groot was. Ik had een schaar meegenomen om mee te knippen, zeg maar. Maar ja, het moet dus niet zo heel veel, het was een schaar. Dus ja, maar bij de rest ging het allemaal wel goed. Dus ja. En zo zien de kastjes eruit. We hebben hier allemaal dingen staan. En hier zijn borden, deze ga ik nog gebruiken. Glazen heb je een paar. We hebben hier ook nog een paar dingetjes die we moeten doen. Andere kopjes. En verder niet altijd heel veel bijzonders. Dus ik ga eventjes de tafel dekken. En dan gaan zo meteen papa en Margriet gaan zo de brood. Ik heb net de onderverdieping laten zien. Dus nu ga ik de bovenverdieping even laten zien. Dus we gaan naar boven. Ja, hier zit... de airco. En boven merk je daar dus niet zo heel veel van. Dus boven is het 10 keer zo heet. Dus ik ben blij dat ik niet boven slaap. Hier hebben we de badkamer. Het is gewoon best wel mini. Dan heb je 2 plankjes. Maar verder is het ook niet echt heel boeiend of zo. Want hier komen we toch niet zo heel vaak, denk ik. Gewoon een douche. Gewoon prima. Dan hebben we hierboven nog een bank. En ja... Dan hebben we hier de slaapkamer van papa en Margriet. En die hebben ook gewoon best wel prima. En ook een spiegel. En een kledingkast met een kluis, alsof het heel handig natuurlijk. En laadjes. Oh, best wel handig. Ze noemt het eigenlijk iets luxer dan mij. Maar dat maakt me op zich niet zo heel veel uit. En hier hebben we het zwembad. Best wel prima zwembad. Ik hou echt van zwembaden. Dus ja. Vind ik helemaal leuk. Ik ga nu even verder met tafel dekken. En dan zie ik jullie zo weer een tijdje later. En ik ga zo naar het zwembad toe. Ik weet niet of ik er ga filmen. Ik denk het eigenlijk niet. Want ja, het is al het lichtbedjes en zo liggen best wel dicht bij het water. En dan ben ik bang dat mijn camera nat wordt. En ik heb ook geen GoPro en zo. Dus ja, misschien moet ik dat wel ooit een keer aangeschaffen. Maar ik ga de centen naar het zwembad toe. Ik heb mijn zwemkleren al aan. En we hadden net we gegeten. En we waren eventjes het dorpje in geweest. En dat was echt super leuk. Er waren allemaal mensen die allemaal vroegen. You're okay. En dat soort dingen. En kom binnen. Look it around. En ja, ik ben geen pro in Engels of zo. Maar ik ga dus nu naar het zwembadje toe. Ik neem gewoon eventjes een tasje mee. Met al eten en drinken. En thuis even zo. Want mijn vader en Margriet gaan nog eventjes naar, naar iets van Tui. Van wat er allemaal in de buurt te doen is. Ik neem ook mijn eigen handdoek mee. En dan ga ik dus daar nu heen en dan zie ik jullie straks weer. Doei! Nou, het is alweer de volgende dag. Ik vlog niet echt heel veel of zo. Als we ergens heen gaan, vlog ik meestal met mijn telefoon. Omdat ik dat veiliger vind. Maar we gaan zo meteen naar het strand. En daar heb ik echt best wel veel zin in. En gisteren hadden we nog wat, gingen we ergens eten. En ik had een best wel groot bord. Met best wel veel. Heb ik niet allemaal opgekregen. Ik hoop dat jullie dat wel begrijpen natuurlijk. Want ja. En we gaan zo naar het strand. Ik heb mijn bikini aan. En zonnebril. Dus we gaan zo naar het strand toe en ja, dan zie ik jullie dan weer. Doei! Nou, het is vandaag alweer zaterdag en we hebben net lekker gegeten. En we gaan zo meteen naar een wat grotere supermarkt om wat boodschapjes te doen en zo. En ik glim best wel heel erg, want ik was een beetje verbrand. En ook een beetje op mijn schouder. En deze twee hier zijn nu poe aan het doen. Hoi. En ik heb heel erg shimmer op mijn schouder. Shimmer, een beetje shimmer.
Kan ik niet zeggen waarom ik me concentreren? Ik ben dus hier met deze twee mensen hier op vakantie. En we gaan zo meteen naar de supermarkt toe. Dit is wat ik vandaag aan heb. Ik heb het blouseje aan van de CNA en het broekje is van de Shoei. En mijn fans heb ik aan en we hadden gisteravond een enkelbandje gekocht. Kijk, mijn plek schelp is. Heet hem ook, hè? Ik heb hem niet. Dus we gaan zo naar de supermarkt toe en daar heb ik... ga ik misschien met jou filmen, weet ik veel. Maar ik zie het straks weer. Het is alweer avond en ik had best wel wat dingen gefilmd met mijn telefoon van de week. Maar ik heb het per ongeluk allemaal verwijderd. Echt super slim. Niet echt heel erg leuk, want dat waren een beetje boeiende beelden. Ik heb eigenlijk met mijn camera eigenlijk alleen maar het appartement gefilmd. En volgens mij is het niet echt heel boeiend om het te zien ofzo. Dus ja, ik ga er nog wel wat leuks van proberen te maken. We zijn er nog een week. En ik ga tot nu toe echt alleen de boeiende dingen filmen. We gaan bijvoorbeeld morgen snorkelen. Daar heb ik echt super veel zin in. Ik heb daar zeg maar haar meest fancy ding ooit zitten. Dus we gaan dus morgen snorkelen en ik ga daar proberen dingetjes te filmen. Onder water kan natuurlijk niet, want ik heb geen GoPro. Maar ik ga dingetjes proberen. We hebben net trouwens eventjes lekker gegeten. We hebben gewoon hier zelf het appartementje gekookt, pasta. En dat was best wel lekker. En ze zeggen dat het 5 tot 7 keer of zo per jaar regent. En we hebben het gisteren al meegemaakt, die regen. En vandaag begint het begint nu weer opeens een beetje te misteren. Dus zit weer binnen. Papa en Brigitte zijn eventjes een rondje lopen. Ik had eventjes geen zin om mee te lopen, want mijn buik zat best wel vol. Dus ja. En ik heb best wel veel kleurverschil van mijn bikini, maar ik denk dat je het ziet. Ja, kijk. Dus ja. Maar ik heb best wel zoveel zin in morgen om te gaan lekker snorkelen. En daar heb ik echt super veel zin in. Maar ik zal echt proberen boeiende beelden gaan filmen. Ik zeg het eigenlijk echt in elk praatstukje. Maar ik ga het echt proberen. En ja. Ik had vanmiddag iets gefilmd bij het zwembad. Dus dat is wel iets meer boeiend. Maar ik ga echt proberen dingen te filmen en zo. Dus het komt vast goed. En, want de video is nog lang niet afgelopen natuurlijk. Dus blijf gewoon lekker kijken. Want deze weekvlog wordt natuurlijk veel leuker nog. En nou, het is vandaag de dag dat we gaan snorkelen. En we gaan zo eerst nog eventjes naar het zwembad. Want we gaan pas rond 2:30 snorkelen of zo. En ik heb er echt super veel zin in. Dus we gaan eerst nog naar het zwembad toe. Gewoon een beetje te zwemmen. En ik hou van zwemmen. Dus ja. En we gaan dus nu naar het zwembad. En ja. Tot zo. Doei. Ik heb net even gezwommen. Ik ga even naar het appartementje toe. Om even chipjes te halen en zo. Want ik heb honger. Ik heb hier de sleutel. Dus ja. Ik loop weer nu terug naar het zwembad. En die lekkere chipjes. Dus ja. Nou, we hebben net gezwommen en we zijn nu eventjes lekker aan het eten in een tentje. En ik heb echt van alles wat. Het is een soort van een buffet en we gaan zo meteen gaan snorkelen. En daar heb ik heel veel zin in en dan zie ik je straks weer. Doei. Nou, het is vandaag alweer maandag en gisteren was het best wel leuk bij het snorkelen, vond ik. Alleen ik ben een paar keer geprikt door iets van een tentakel van een kwal of zo wat afgehakt was. Ja, ik weet ook niet precies wat het was. Ik heb dus niet helemaal beeldjes. En ik heb net even al gezwommen. En we hebben net ook een beetje geluncht. Dan gaan we weer zwemmen. En dan gaan we vanavond echt lekker eten. Dus ja. En morgen gaan we met een tourbus of zo. Een jeep. Gaan we over het eiland toeren. En het is best leuk, denk ik. Dus ik zie jullie straks weer. Doei! Het is alweer de volgende dag. En gisteren hadden we lekker gegeten. We hadden lekker hamburgers op. En tenminste ik. En we gaan zo meteen lekker rondtoeren in een auto.
over heel het eiland, zeg maar. En daar ga ik hele leuke video's, shots van maken, zeg maar. En ik heb heel lekker geslapen. Ik moest wel wat vroeg op, omdat we al moeten om 9 uur bij de receptie zijn. Het is nu... kijken. Het is nu 9:10. Dus ja. Dus daar gaan we zo meteen heen. En daar heb ik heel veel zin in. Dus ik neem jullie mee. Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can't shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. 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 Nou, het is alweer de volgende dag en we gaan zo meteen naar het strand toe. En daar heb ik heel erg veel zin in, want ik heb zin om te zwemmen. Want het is heel warm. Hallo allemaal. Hier is papa. Hallo allemaal. Van het strand toe, hallo allemaal. Hé, ik heb nog een liedje. Oh, sorry. Ik moet niet verliezen. Papa. Ja, vandaag allemaal. Zie je een liedje? Nee, ik zie mijn liedje. Maar we gaan zo naar het strand toe. En hebben jullie er zin in? Ja! Papa? Ja hoor. Alleen maar jij moet niet zo rood verbranden, maar ja. Moet je nou niet mee hoor. Maar we gaan zo naar het strand toe. En ik denk dat ik wel iets ga filmen. Dat heb ik gisteren ook gedaan toen we gingen rijden, zeg maar. En dat was echt super leuk. Want we gingen ook naar zo'n haaienbaai. En dan hadden we haaien gezien. Dat was echt heel cool. Van best wel dichtbij. Alleen de vin, zeg maar. En die waren volgens mij echt 2 meter lang of zo. Dus... ja. En we gingen naar de Blue Eye. En dan zie je zeg maar in een grot of zo. Zie je in het water zo'n blauw oog. Ja, gewoon een blauwe vlek eigenlijk. Ik zal er allemaal foto's in beeld ook in doen. En ja. Verder was het wel leuk. En we gingen ook naar zo'n heel zout meer. En dan kon je gewoon in drijven. En dat was echt super cool. Want dan, je moest gewoon gaan zitten en je benen gingen al omhoog, zeg maar. Dus dat was ook echt heel erg cool. Dus we gaan zo meteen naar de zee toe. En daar heb ik heel erg veel zin in. Want ik heb zin om te zwemmen en visjes kijken. En ja, tot straks. Doei doei! I like where we are when we drive in your car. I like where we are here. Nou, het is alweer de volgende dag en gisteren was het super leuk bij het strand. En we hadden daarna middag gegeten. En vandaag is de echt officiële laatste dag, want morgen hebben we nog voor een half dagje hier. Morgen vliegen we in de avond terug. En we moeten al om 12 uur het appartement uit. Dus dan moeten we de rest van de dag ons een beetje vermaken ergens. Ja, geen idee hoe we dat gaan doen, maar komt vast goed. En ja, ik heb nu eventjes wat kleren aan. Ik heb hier onder een bikini. Maar ik had het eventjes snel aangedaan, want ik ga niet in mijn naki, zeg maar, wat van. Naar het zwembad lopen. Maar ik ga dus nu om naar het zwembad toe. En dan gaan we naar lunch. Gaan we nog naar het strand toe. En dan gaan we vanavond bij ons favoriete restaurantje eten. En voor de laatste keer. En ja. Yeah. Dat is eigenlijk de planning. Dus ik zie je straks weer.
Het is alweer de volgende dag en we gaan vandaag naar huis. We zijn nu eventjes in een tentje om wat te eten, te lunchen. En dan worden om iets van 4:30 of zo worden opgehaald met door een bus. En dan gaan we naar het vliegveld en ja. Dit is het laatste dagje. Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can't shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. 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 What you do to me. Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Nou, daar ben ik weer thuis. We kwamen aan op Schiphol, het regende. Helemaal niet leuk thuiskomen, maar ja. Ik ben hier gewoon weer in mijn eigen kamertje. En ik ben een beetje moe, maar ja, ik heb in het vliegtuig wel geslapen. Ik wou ook nog wel slapen, maar het ging niet, want ik heb al genoeg geslapen. Ik ga vanavond gewoon op tijd naar bed. En ja, verder is er niet echt iets wat ik kan vertellen, want ja, ik ben gewoon thuis met mijn koffer aan het uitpakken. Daar ben ik al wel bezig. Dus ja. Ik hoop dat jullie deze weekvlog leuk vonden. Deze hele lange video, denk ik. Als je dat vooral vergeet, dan deze video een blauw duimpje omhoog te geven. Hier beneden kan je abonneren, want dat zou ik heel erg leuk vinden. Want blijf op de hoogte van mijn nieuwe video's. En dan zie ik je heel graag weer in een volgende video. Doei doei!